Oei, oh, dit is moeilijk. Dit is nog wel misschien de moeilijkste. Lois geeft relatieadvies. Hier ben ik weer vandaag met een nieuw soort video, namelijk een adviesvideo. Ik had al op Instagram een paar dingetjes laten weten van dat het me leuk leek om dit te doen. En meerderheid vond het ook leuk als ik dit zou gaan doen. Dus bij deze, voor de mensen die voor een volgende video een probleem... Are you kidding? Voor de mensen die voor een volgende video een probleem willen insturen of een vraag. Je kan het naar dit adres mailen of je kan me een DM sturen of het in de comments achterlaten wat jij fijner vindt. Een paar mensen hadden me al gevraagd of jullie anoniem zouden blijven. En ja, het blijft anoniem. Ik wil jullie vragen om een duimpje omhoog te doen, even te abonneren. En in de comments een leuke titel voor deze serie achter te laten. Want ik zit een beetje met hoe ik dit zou kunnen noemen. Jullie input is altijd welkom en laten we maar snel beginnen. Ik heb gescheiden ouders en deze wonen met een uur reizen uit elkaar. Al mijn vrienden, vriendinnen wonen in de buurt van mijn moeder. Ik zie deze weinig omdat ik de helft van de tijd bij mijn vader ben. Heb je tips wat ik kan doen waardoor ik ze vaker zie, minder het gemis heb? Oké, dus je woont één helft bij je vader, één helft bij je moeder. Ik zou zeggen, als je bij je moeder bent, dat je dan gewoon een beetje een standaard dag inplant van oké, op elke vrijdag spreek ik met deze vriendinnen af van deze tijd tot deze tijd of de hele zondag. En als je dan bij je vader bent, dan heb je een moment om naartoe te leven. Dan weet je oké, volgende week zondag dan zie ik ze heel de dag en dan kan je leuke dingen inplannen en dan kan je in de tussentijd bij je vader gewoon skypen, facetimen, appen. Je hebt ook nu volgens mij apps waardoor je met elkaar filmpjes kan kijken tegelijkertijd en daarover kan chatten. Dus ik weet even niet precies hoe die heet, maar als je dat googelt, misschien kom je daar wel op. Dat is ook leuk. Netflix en YouTube chill, maar dan met afstand. Dus ja, ik zou denken dat soort dingen. Aan de andere kant kan je ook misschien wel juist plezier vinden in het alleen zijn. Naarmate je wat ouder wordt, ga je ook wel die rustmomentjes alleen waarderen. Dus misschien is dat ook gewoon iets waar je aan moet wennen. Als je nog meer vragen hebt, kan je altijd in de comments laten weten. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Ik ga binnenkort naar de psycholoog en ben echt fucking bang, omdat ik voor mijn gevoel alles meteen moet gaan zeggen. Maar heb je misschien advies hoe ik mijn emoties, spanning onder controle hou? Dat is lastig. Ik ben zelf nog nooit naar de psycholoog geweest. Ja, uiteindelijk is de psycholoog natuurlijk bedoeld voor jou om juist je prettig te voelen over de dingen die je gaat bespreken. Wat je kan doen ook, als jij het gevoel hebt dat je heel veel moet uiten al aan het begin van zo'n eerste sessie of een tweede sessie. Het gaat om jou. Dus als jij nog niet ready bent om alles meteen te uiten, dan is dat iets waar die psycholoog begrip voor moet hebben. Want zij is daar om jou te helpen. Je hoeft eigenlijk helemaal niet zorgen te maken over het feit of het te veel wordt voor jou. Want het gaat over jou en jij hebt in de hand wat je allemaal gaat zeggen. Dus je kan ook aan het begin van dat gesprek zeggen van hey, ik vind dit heel lastig. Voor mij zou het fijn zijn als we kleine stapjes nemen in dit gesprek over mijn gevoelens. Kijk, als je gewoon begint met het uitleggen van hoe jij in dit geheel staat, zeg maar. Dan weet die psycholoog dat. En dan kan zij daar rekening mee houden. Of kan hij daar rekening mee houden. En dan weet ze hoe zij het kunnen aanpakken. Zeg maar, om het makkelijker te maken. Ik zou dus gewoon aan het begin van de sessie open kaart spelen. Aangeven dat je niet te ver wilt gaan in die emoties. Omdat dan misschien te veel wordt. Een psycholoog is natuurlijk sowieso in stapjes. Dus je hoeft niet in anderhalf uur heel je leven eruit te gooien. Want dat is natuurlijk super heftig. En qua voorbereiding voordat je naar de psycholoog gaat, zou ik zeggen, doe gewoon iets wat je heel fijn vindt. Iets waar je echt van ontspant. En dat kan zijn een muziek gaan luisteren, Netflix kijken of YouTube kijken of lekker cake bakken. Of doe iets waar jij lekker rustig van wordt, waar je zeg maar eventjes aan iets anders denkt. Ik wil zelf heel graag een YouTube kanaal beginnen, maar dit durf ik niet omdat ik weet dat ik daarmee gepest ga worden door de jongens uit mijn klas. Los van het feit of je wel of niet een kanaal gaat beginnen, die jongens zullen ze toch wel ergens om gaan plagen of pesten. Want zo zijn jongens van jouw leeftijd. Weet je, ik denk dat als jij heel graag een YouTube kanaal wilt beginnen, dat je het gewoon moet gaan doen. Gewoon gaan proberen. Want er zal altijd wel iemand zijn die er een mening over heeft. Al zijn het niet de jongens uit je klas, dan is het wel iemand anders online. Maar er zullen ook genoeg mensen zijn die het super leuk vinden en die je daarin gaan supporten. Including me. Mijn advies is scheid hebben en het gewoon gaan doen. En ook al is dat heel moeilijk, dat is gewoon iets waar je in moet groeien. Daar bouw je een soort van een beschermingslaag voor. Dus ik zou het doen. Het lijkt me super leuk als je het gaat doen. Just don't care hoe je leuke foto's maakt zonder awkward en geposeerd eruit te zien. Ja, jeetje. The key is to make a lot of very much foto's. Nee, maar kijk, je ziet er altijd wel awkward en geposeerd uit. Dat is gewoon zo met foto's. Maar het ding is, je moet gewoon vaker foto's maken. En dan weet je ook op een gegeven moment, oké, deze look werkt voor mij. Gewoon lachen, gewoon een beetje zwoel proberen te kijken, weet je wel. Dus ik zou zeggen, practice makes perfect. Ik heb helemaal niet meteen die spontane, leuke, niet geforceerde foto. Ik vraag mijn vriendin op school, hey, wil je jullie foto's van me maken? En dan zegt ze, oké, is goed. En dan maakt ze er 20
of 30. En dan is de helft ervan is geforceerd, lelijk of bewogen. En de andere helft, of nou, niet eens de helft. En dan zitten er twee foto's tussen die wel leuk zijn. En dan kies je die foto die je dan toch wel leuk vindt. En dan is dat je foto. Hey Lois, heb je nog tips om dingen te doen met je vriendje het liefst low budget? Nou, first of all, ik heb geen vriend. Ik heb nooit een vriend gehad. Dus I'm single and I have no experience. But I'm gonna give you advice anyway. Want ik denk, ik ben wel 3 keer op date geweest. Als ik een vriendje zou hebben en ik zou leuke dingen willen doen. Je hebt de optie om thuis dingen te bedenken die niet duur zijn, maar wel leuk zijn om te doen. Samen koken thuis. Weet je, zet een kaarsje aan. Je gaat bedenken van wat wil ik maken. Gaan een salade samen maken. Gaan we lekker samen in de keuken zitten met een muziekje aan. Dan is dat sowieso al minder duur. Want je kan zelf kijken hoeveel je wil uitgeven voor het eten. Ik zou dat super leuk vinden als date. Het ligt natuurlijk ook aan jou of jij dat leuk vindt. Andere optie is om naar je eigen dorpje of stad te gaan. Om daar eventjes een kopje koffie te drinken. Of chocolademelk of thee. Wat jij lekker vindt. En dan ben je toch uit huis. Maar ben je ja, 5 euro kwijt uiteindelijk. En dan ben je gewoon even ergens anders. Even in een andere omgeving. En dat is dan toch soms anders dan dat je gewoon thuis bent. Wat ik ook heel leuk vind. En dat ligt er natuurlijk wel aan waar je woont. En of je dat in de buurt hebt. Want reizen is natuurlijk ook duur. Je hebt bijvoorbeeld in Utrecht de... Je hebt in Utrecht een GameState en daar kan je gamen en dan heb je een pasje en dan kan je daar 10 euro op zetten, 20 euro op zetten, hoeveel je maar wilt. Dan kan je daar samen gaan gamen, vind ik super leuk. Is misschien net iets meer geld, maar je kan zeg maar van tevoren afspreken met elkaar hoeveel je op dat pasje wilt zetten. Wat je ook kan doen is net zoals met het agentje een beetje de bioscoop naar huis brengen. Dus je gaat de kamer lekker gezellig inrichten, koopt zelf maak popcorn, weet je wel. Gaat je eigen popcorn maken, kiest een film uit en doet een beetje alsof het echt naar de film is, maar het is gewoon lekker thuis op de bank. Heb je toch wel even iets meer spectaculairs dan Netflix en chill. Ik heb geen vriendje. Dus ik heb daar helemaal geen... Nou, niet helemaal geen. Ik heb daar heel weinig ervaring in. Lois geeft relatieadvies. Oei. Oh, dit is moeilijk. Dit is nog wel misschien de moeilijkste. Hoe maak je een messy bun knot? Want ik struggle hier al zo lang mee. Same girl. Ik weet niet waarom je denkt dat ik dit weet. I wish I knew. Ik zag ook laatst bij de Vampire Diaries... Dat het echt zeg maar super casual zat. En ik weet niet zeker hoe je dat moet doen. Maar ik denk dat het... Ja, kut. Ik weet het echt niet. Ik denk in ieder geval dat het knipjes is in plaats van een elastiekje. Omdat je dan met meerdere knipjes plukken en zo bij elkaar kan gooien. Kijk, ik kan dit dus ook niet. En wat een andere is, waar ik soms met geluk een messy bun van krijg, is gewoon een knot in doen als je gaat slapen. Strakke knot, maakt niet uit. En als je dan wakker wordt, soms heb ik dat dan ineens die knot heel leuk messy zit. En je moet ook gewoon, als je dan overdag een keer je knot heel snel in doet en dan ineens is het een leuke messy bun. Ik denk dat het geluk is dat je moet hebben. Als jij erachter komt, let me know, want ik heb geen idee hoe je deze moet fixen. Mijn ouders zijn overleden bij een aanslag en ik weet niet hoe ik ermee om moet gaan. Daarnaast is dat niet het ergste. Het meisje waar ik ruzie mee heb, gebruikt het steeds tegen mij. Dat is echt een hele moeilijke. En gecondoleerd, maar sowieso hè. Los van het feit dat je ouders natuurlijk in een hele verschrikkelijke situatie zijn omgekomen. Omgaan met mensen die overlijden is sowieso heel moeilijk. Pas toevallig ben ik mijn opa verloren en ik wist gewoon niet zo goed hoe ik me daarover moest voelen. Het was de eerste dood die ik zeg maar bewust meekreeg. Mijn andere opa die was toen ik heel klein was overleden. Dus dat maak je gewoon anders mee. En als je zeg maar ouder bent, dan maak je dat meer bewust mee. Dus ik zat ook met de vraag, hoe moet ik me hierover voelen? Een verlies zoals je ouders is sowieso heel zwaar. En ik kan me ook niet voorstellen hoe heftig dat is. Maar je moet gewoon jezelf tijd gunnen. Zoiets heeft gewoon heel veel tijd nodig om te helen. Zal het natuurlijk altijd pijn doen, maar op een gegeven moment kan je het een beetje een plekje geven in je leven en dan meer accepteren. Maar hoe je dat nou echt daadwerkelijk zou kunnen doen, dat weet ik niet zo goed. Want ik heb dat niet ervaren en het... Omring je met mensen die een positief effect op je hebben. En dat is natuurlijk wel lastig. Je kan natuurlijk niet iedereen gewoon uit je leven bannen. Maar als het via social media is, verwijder die persoon van je social media. Weet je, blokkeer er gewoon. Als je niet meer met haar kan communiceren via dingen, dan zal je daar ook minder mee bezig zijn. En sowieso, iemand die de dood van je ouders tegen je gebruikt. Ik bedoel, ik snap niet eens hoe je dat kan doen tegen iemand. Dus dat is gewoon niet oké ook. Ik weet niet hoe zij dat... Dat heb ik mezelf aangedaan. Zo'n adviesvideo is nog moeilijk ook. Maar ik hoop dat jullie er wat aan hebben. En als ze nog niet helemaal je antwoord heeft gegeven, kan je me altijd nog een DM sturen erover. En dan kan ik je misschien nog meer helpen. Ja, ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Een beetje moeilijk om het leuk te noemen. Maar ik hoop dat jullie het helpt. En vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Te abonneren. En natuurlijk een leuke comment erachter te laten. Vergeet dus niet nog meer adviesvragen in te sturen. Want dan kan ik die in de volgende video behandelen. En dan fijne dag nog. En alles komt goed, jongens. Bye!
Have a nice day, tomorrow, hold on, me hanging on the dance. I have a